telefoon uit te zetten. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van het bestuur van Thalia, tijdens de voorstelling te fotograferen met flitslicht. Dat is hinderlijk voor de spelers en het publiek. Rest ons u een prettige avond toe te wensen en geven wij de leiding in handen van dirigent Joop Fransen. Prettige middag in dit geval, dank u wel. Zelfde stelling om haar zelf.
Oh,
Zien. Vanmorgen zijn er een heleboel geweren binnengebracht in het huis van senor Coya. Weet je het zeker? Si, si. En verder? Verder niets. Hier, ga maar. Maar blijf opletten. Si, si. Ik zie met een half oog meer dan een ander met twee ogen. Misschien heeft Doña Pepita nog iets van belang te melden. Senor Corregidor. Senora. De schilder, senor Goya, krijgt hij veel bezoek? Schrijvers, toneelspelers, stierenvechters, soms ook wel wat lieden van adel. En van mij heeft hij een prachtig portret geschilderd. Maar waarom wilt u dat eigenlijk weten? Er is iets heel vervelends gebeurd, weet u dat niet? Nee, wat dan? Zoals u misschien weet, laat ik dag en nacht het huis bewaken van onze grote vriend, de graaf van Aranda. Gisteren hebben mijn agenten daar iemand opgepakt. Hij wilde geheime krijgsberichten overbrengen. Toen hij gepakt was, heeft hij de papieren in stukken gescheurd en opgegeten. Jasses. Ik laat hem fusilleren. Het is een soldaat. Senor Corregidor, u weet niet half hoe belangrijk uw vangst is. Onze vriend Aranda heeft vanmorgen in de ministerraad geweldig gepleit voor vrede met Frankrijk. Maar Godoy wierp hem zijn sympathie voor de Franse revolutie voor de voeten. Terecht. En toen wilde Aranda met Godoy op de vuist. Waar de koning bij was? Ja. Maar zijn majesteit heeft Aranda naar het Alhambra verbannen en Don Gaspar de Jovellanos naar Asturië. Zodat de rust voorlopig is weergekeerd. Maar de situatie blijft precair. Het gevaarlijkst acht ik nog de coterieën van die prinses van Lausanne en haar literaire vriendjes. Haat die vrouw. Er moet een einde komen aan de funeste ideeënstroom die Spanje overspoelt. De beste remedie is pan y toros, brood en spelen voor het volk. Geen universiteiten waar ze alleen maar slechtigheid onderwijzen, maar academies waar je kan leren stierenvechten. Reus interessant. Maar wat als er nu weer zo'n boodschapper komt en die weet de koning wel te bereiken met zijn legerberichten? Ach, dan zeggen we dat die berichten vervalst zijn of zoiets. Voorlopig gaat zijn majesteit voor een maandje op jacht. Blijft onze doodsvijandin de prinses van Lausanne. Wat heeft dat mens toch dat iedereen haar zo op handen draagt? Ze beschikt over een eigenschap die zeldzaam is aan het hof. Ze komt voor haar mening uit. We moeten haar kwijt. En gauw ook! Maar hoe? Ik weet een onfeilbaar middel. Roddel! Daar bent u. Ik zoek u overal. Wat ziet u bleek, generaal? Ik heb zojuist vernomen dat we Roussillon kwijt zijn en dat het Spaanse leger is verslagen en zich terugtrekt. Dat zijn allemaal praatjes. Ja, mogelijk. Maar er is grote onrust. We moeten de processies van vanmiddag maar afgelasten, want bij zulke grote volksverzamelingen komt het allicht tot rellen. Oh nee, nee. Laat de processies alsjeblieft doorgaan. Dat leidt juist af. En vertoon van vroomheid kan nooit kwaad. Verstrooiing moet je bieden. Vandaag zijn er straatfeesten met de nodige vechtpartijen, dan nog de executie van een soldaat. En morgen de hele dag stierengevechten waarbij, als het een beetje meezit, wel weer een paar dooien zullen vallen.
En dan hoor je niemand meer over de oorlog of over het debakel van Roussillon. U beschikt over een groot politiek inzicht. Houdt u 2 bataljons in reserve in verband met de wapens die in het huis van Goya zijn verstopt. En laat de stierenvechters om 2 uur hier komen. 1 van hen wordt dan benoemd tot directeur van de arena op de Plaza Mayor. Ik heb hier een heel pak brieven waarin allerlei voorname dames hun voorkeur voor bepaalde stierenvechters uitspreken. Groot nieuws! Groot nieuws! Wat is er gebeurd? Het is gedaan met de prinses. Wij zijn toch vriendinnen, nietwaar? Goed dan, als u mij belooft te stemmen op Pedro Romero als directeur van de grote arena, dan hoort u van mij het laatste nieuws van de liefdesbetrekkingen van de prinses. Maar u weet toch dat Pepe Idio mijn beschermeling is? En hij is nog heel wat meer van je huigelaarster. Nu goed. Het valt me zwaar, maar akkoord. Ik beloof het. Goed dan. Luister, Doña Pepita. De prinses wilde een bijdrage leveren aan de orde. Ze is schatrijk. Dus ze richtte op haar kosten een regiment op. Dat deed ze op Sicilië, waar ze in een klooster wilde gaan. De koning vond het een mooie daad. En hij benoemde haar tot kolonel van haar eigen regiment. Ze borduurde eigenhandig een mooi vaandel en er kwam een vaandrig naar Italië om dat ding uit haar handen te ontvangen. Die vaandrig bleek een zwierig jong mens te zijn, zeer populair bij de studenten in Salamanca. Hij kreeg de prinses alleen te zien achter een traliewerk en ze was zwaar gesluierd, maar toch moet de jonge man op de novice grote indruk hebben gemaakt. Want toen ze al op het punt stond de gelofte definitief af te leggen, ontving ze bericht dat die vaandrig zwaar gewond was geraakt en gevangen genomen. Toen is ze weggelopen bij de nonnen in Bayonne en is hem toen daar in het hospitaal in Bayonne gaan opzoeken. Bayonne, dat moet ik onthouden. 3 weken lang heeft ze daar die arme gevangenen verzorgd. Al die tijd in haar nonnenhabijt, zwaar gesluierd dus, zodat hij haar gezicht nooit heeft gezien. Daarna is ze naar Madrid gereisd en daar heeft ze een uitwisseling van gevangenen tot stand weten te brengen, waardoor die knappe Peñaranda, zo heet dat jong mens, vrij kwam. Peñaranda, juist. En sindsdien krijgt hij alles wat hij maar wil. Zonder dat hij weet wie hem beschermt. Het is echt een prachtig verhaal. Daar heb ik wat aan. Gaat u vooral door met uw speurwerk. Uw nederige dienaar, aanbiddelijke dames. Signor Abate, u komt als geroepen. Ik heb een gunst van u nodig. Of eigenlijk mijn vriendin. Goede raad. Nou, die geef ik graag. Met geld ben ik minder gul. Ik zou graag willen dat Pedro Romero directeur van de plaza wordt. Aha, en Doña Pepita, wat staat daar tegenover? Zegt u nu eerst maar eens of u dat voor elkaar kunt krijgen. Absoluut. En wat zou u willen in ruil? In ruil vraag ik u gedaan te krijgen dat er ten paleize een drama wordt opgevoerd van Cienfuegos met La Tirana in de hoofdrol. Een drama van wie? Cienfuegos. Nooit van gehoord. En waarom wilt u dat ik die toneelspeelster naar voren schuif? Doña Pepita, het gaat mij niet om die toneelspeelster, maar om een dichter die eens de trots van zijn vaderland zal zijn. Maak dat een kat wijs. Als La Tirana de hoofdrol niet zou vertolken, zou u zich dan nog zo uitsloven voor die Cien-dingers? Maar goed. Uw aanbeden protégé mag optreden in het paleis. Tirana! Tirana! Stop nu weer. Riep je mij? Ja. Mag ik u voorstellen, dames? De beroemde actrice La Tirana. De grote rivale van Rita Luna. Uw nederige dienares, señoras. Dus
U wilt wedijveren met de ster van het Spaanse toneel, de onvergelijkelijke Rita Luna? Ha, u durft. Wij twisten niet, dames. Wij zijn zusters in de strijd. Ieder van ons helpt applaus. Ja, de een een beetje meer dan de ander. Maar waarom dat elkaar misgunnen? Wat een wijze woorden. Nu goed, u mag optreden in het paleis. Oh, duizendmaal dank, signora. Het is zover. Laat Jan en alle man maar komen. Signor Abate, even in vertrouwen. Ik wilde vanavond nog wat juwelen bij u belenen. Zeker om de kleermaker te kunnen betalen. Pardon? Ach, ik weet toch alles. Dat mooie kostuum bijvoorbeeld, dat de torero Pedro Romero van uw cadeau krijgt. Tja, mevrouw de hertogin, de liefde op uw leeftijd, dat kost geld. Maar hoe kan ik nou hem benoemen als ik zo'n pak brieven heb waarin al die anderen worden aanbevolen? Ach, u ziet overal leeuwen en beren. Meneer de abt regelt dat wel. Tiran, ja. Ga de herberg in, geef de bazin een ducaat en vraag om de loterijballetjes. En wat dan? Er zitten 90 genummerde balletjes in. Haal de 90 eruit en breng die mij. Hé, wat een gedoe allemaal. En wat een onzin. Ja, dat valt best mee. Ga nou maar. En laat niemand iets merken. Daar komen ze. Ik hoor de gitaar al. Thank you.
Zodat ik weet wie ik tot directeur van de arena op de Plaza Mayor mag benoemen. En omdat u in rang en stand niet voor elkaar onderdoet, verzoek ik u te spreken in volgorde van leeftijd. Het woord is aan Kosteljares. Señores, hoe je die stok met die rode doek moet hanteren, daar weet ik alles van. Ik geef daar les in. Ik heb de bolapjes uitgevonden en de rodiliazzo en de manoletina. U kunt rustig zeggen dat ik het stierengevecht op een hogere plan heb gebracht. Ik heb er een kunst van gemaakt. En heb ik de jeugd, de schoonheid en de gevaren ervan geleerd. Ze noemen me papa. Dus dat zegt wel wat. De arena van Sevilla, dat was een slachthuis toen ik er kwam. Maar ik heb er een hogeschool van gemaakt. Ik ben niet zo jong meer, maar heb ik mijn sporen verdiend, zou ik zo zeggen. Kijk eens hoeveel eelt ik op deze hand heb zitten. Nou, ik bedoel maar, ik heb gezegd. Het woord is aan Pedro Romero. Ik ben geboren in Ronda. Wat mijn kwaliteiten zijn, wilt u weten, nietwaar? Nou, mijn grootvader die blonkt al uit met de rode lap en de degen. Alle fijne kneepjes kende hij. Mijn vader, Señor Juan, die heeft de bandarilla uitgevonden en de picador. Ik, zei de gek, ik, hun nederige afstammeling,
heb weliswaar nog niks uitgevonden. Maar ben ik al op mijn 13e begonnen? En heb ik nou zo'n 20 jaar ervaring en een kast vol bekers en staarten en oren en... Afijn. Iedereen kan mij. Ik bedoel, kent mij. Dus wat hoef ik er nog aan toe te voegen, nietwaar? Ik heb gezegd. Het woord is aan Pepe Angel. Spreken in het openbaar, senores. Dat kost mij grote moeite. Maar ja, schijnbaar blijkt het te moeten. Dus moet het maar. Maar doe ik het wel op mijn eigen manier, begrijpt u wel? Ook al ben ik niet zo goed bij stem, maar een goed verstaander heb niet alle noten nodig, zeggen ze wel eens. Nou goed, daar gaat hij dan. Maestro! Castiliaris leerde mij de fijne knipjes en techniek. Als ik faal in de arena, staat hij klaar met zijn kritiek. Toch ben ik het die de stierenvechterij meer aanzien gaf. Deze passen zijn van mij, dat neemt geen sterveling mij af. Maar ik sla mijn eigen liever niet op de borst. Wie dat mooie bandje krijgt, dat is mij worst. Ja, ik sla mijn eigen niet op de borst. Wie dat mooie bandje krijgt, dat is mij worst. Ja, wie dat mooie bandje krijgt, dat is mij worst. Si, senor. Ja, dat is mij worst. Ja, dat is mij worst. In dit vak raak je herhaaldelijk gewond, dat hoort erbij. Ik heb 23 littekens van voren en opzij. Op een dag dat is voorspeld, is Pepe Ijo er geweest. Toch betreed ik de arena elke keer weer onbevreesd. Wist u het nog niet, senor, dan weet u het nou. Ieder die wat anders zegt, die lust ik rauw. Ja, wist u het niet, senor, dan weet u het nou. Ieder die wat anders zegt, die lust ik rauw. Ja, ieder die wat anders zegt, die lust ik rauw. Senor, ja, die lust ik rauw. Ja, die lust ik rauw. Heren toreros, ik weet niet wie ik moet kiezen, want uw verdiensten zijn allemaal even groot. Pedro Romero, vertelt u me eens, vecht u met Castiliaanse stieren? Ja, natuurlijk. Die lopen hier overal in de wei. Waarom vraagt u dat? Ik heb hier een aantekening liggen dat Pepe Ijo en Castiliaris geen stieren uit Castilië bevechten. Dat feit plaatst u in de voorkeurspositie. Wat vindt u ervan, heren? Laat Roya het maar zeggen. Misschien de generaal. Na u, senor. Na u. Maar ik zou zeggen dat Castiliaris de juiste man is, omdat hij de oudste is. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is. Als het mij vergund is om ook iets te berde te brengen. Ja, wat vindt u er eigenlijk van? U heeft het woord, senor Abate. Ik zal het kort houden. Gezien de faam die alle dit heren genieten en ook om praatjes te voorkomen, lijkt het mij het eerlijkste als het lot beslist. En dan kan niemand zich ook achteraf beklagen. Wel gesproken, laat het lot maar beslissen. Met loterijballetjes. Oh, die zullen ze hier in de herberg wel hebben. Ja, ja, ja. Laat meneer de abt de trekking maar verrichten. Een goed idee. Een geestelijke boezemt qua onpartijdigheid misschien wel meer vertrouwen in dan een notaris. Het hoogste getal wint. En we beginnen natuurlijk met Castiliaris.
Romero. Viva, Pedro. Viva. Waar zij op gelopen heeft. Vrienden! Ben je Lamba? Ja. Mijn oude makkers. Dus je komt van de front, zo jong, en dan al de rang van kapitein? Ja, maar ik heb wel de nodige wonden opgelopen. Maar ja, als je door zulke zachte handjes vertroeteld wordt, is het minder erg. Wat bedoel jij? Nou, je hoort wel eens wat, hè? Zeg, waarom heb jij dat aan? Ik ben abt geworden. Senor Abad. Abt, jij. Sissi. De grootste losbol van Salamanca. Wat moet je ook als tweede zoon uit een adellijke familie? Huh? Wat heb je nou aan 88 achternamen als je geen stuiver aan inkomen hebt? Nou, daarom heb ik het ouderlijk huis verlaten en ben ik naar Madrid gegaan. En wat ik daar aantref, de smerigste straten, nauwelijks verlicht. Er zijn wijken waar geen school te vinden is. En wel, op elke hoek een kroeg. Maar verder breek je je nek over de heilige beelden. In de ziekenhuizen komen ze lakens en dekens tekort. Maar de Mariabeelden, die zijn behangen met parels en juwelen. Ja, vrienden, de godsdienst is meer in trek dan ooit. Nou, toen ik dat doorhad, en omdat de vrouwen mij nu eenmaal altijd weer boeien, heb ik alles eens bij elkaar opgeteld. En zie hier het resultaat van die rekensom. Jullie vriend Ciruela is abt geworden. En wat heb je ermee bereikt? Wat ik ermee bereikt heb? Luister. Elke degelijke rover vindt de weg naar kluis en kast. Met een speciale sleutel die op alle sloten past. Zo verschaft mij de soutane met zijn ingetogen zwaard een gemakkelijke toegang tot zo menig vrouwenhart. Ja, wij herkennen zonder leer de deksels deugd niet van de leer. Zien vaders of ega's mijn zwarte kledij, dan stelt men het grootste vertrouwen in mij. Zo wandel ik binnen in menig boudoir en niemand ziet daarin een spoor van gevaar. Mijn liefde was hij, al student van formaat,
maar hier in de hoofdstad had hij de doktersgraad. Wanneer een rijke dame naar een dansfeest gaat, bepoeder ik haar haren en blanket haar gelaat. Zodat je dan bij kaarslicht 20 jaar een jongen lijkt. En zoet is het Londen dat mij wordt aangereikt. Hij is al als studentje al menige zoen, maar nu als zwart rok is hij kampioen. De borduren er dames een altaardoek, dan lees ik ze voor uit een heilig boek. En schenkt chocolade en kust mij de hand. Zo knoopte ik menige liefdesband. Bij hem ziet daar hoor dat ik maak. Van 20 tot 80 valt in de smaak. 20 tot 80 valt in de smaak. Elke degelijke rover vindt de weg naar kluis en kast. Met een speciale sleutel die op alle sloten past. Zo verschaft mij de soutane met zijn ingetogen zwaard een gemakkelijke toegang tot zijn menig vrouwenhart. Ja, bij mij zijn dames bijna altijd raak. Bij mij zal elke leeftijd in de smaak. Ja, bij mij zijn dames bijna altijd raak. Ja, bij mij zijn elke leeftijd in de smaak. Ja, bij mij zijn dames altijd in raak. Ja. Jij bent helemaal niets veranderd, hè? En wat voor avonturen heeft de grote schilder Francisco Goya allemaal beleefd? Nou, ik heb eerst een pauze in Rome gestudeerd. En toen ik terugkwam, vond ik werk bij een weverij van wandtapijten. Nou, wat ik allemaal niet geschilderd en getekend heb. Boerentafereeltjes, volkstoneeltjes, heel veel stierengevechten, heksen, boeven. Maar ja, tegenwoordig schilder ik vooral portretten. Iedereen heeft al van mij geposeerd. Florida Blanca, La Tirana, de hertogin van Alfa, Joop Fransen, de koning, de koningin. Ja, kortom, Jan en alle man, als hij maar betalen kan. Maar jij, Peñaranda, hoe is het aan het front? En vertel eens, waarom ben je nu hier? En vind je dat er hier veel is veranderd? De naakte waarheid, kapitein. Ach, jullie hebben geen idee van de situatie aan het front. Dapperheid, daar ontbreekt het niet aan. Maar wat moet een handjevol soldaten tegen een overmacht? Door de voortdurende strijd is het leger verzwakt. Er is geen munitie, geen proviant, niets. Dag in, dag uit hopen ze daarop een beetje steun en versterking. Maar vergeefs. En dan kom je hier en wat blijkt? De mensen weten van niets. Het hof maakt rijtoertjes. De monarchie is zwak. En het volk wordt zoetgehouden met brood en spelen. Kijk, als mensen zoals jullie met gevoel en verstand zich al nergens druk om maken, wat is er dan nog te hopen? Nog even in Spanje is een Frans win geweest. Oh, wacht even. Zo kortzichtig is niet iedereen hier. Wij horen en zien meer dan je zou denken. Ja, wij kennen de Spanjaard, de ruwe bolster en de blanke pit. En de Spaanse schone met haar op de tanden. Maar hebben die mensen ook hart voor hun vaderland? Ja, natuurlijk. Jij denkt dat volk loopt de hele dag maar een beetje met die kastanjetters te kleppen, hè? Ja, met die waaiers te wapperen. En olé te roepen tegen de stierenvechters. Te bidden in kerken en in processies. Maar achter een gevel van onwetendheid, fanatisme en traditiezin schuilt een onmiskenbare geest van onafhankelijkheid en vrijheidsdrang. Neem de Spanjaarden hun vrijheid af en ze hebben in plaats van een tamboerijn een geweer in hun handen. Ja, of in plaats van een roos een mes tussen de tanden. Kom maar eens mee in mijn atelier. Dan krijg je dingen te horen die je niet zou vermoeden. Kom maar eens mee. Ja, kom. Wat is dat? Een hand die mij wenkt? Caballero. Wie roept mij? Een dame. Ik sta tot uw dienst. Al vermag ik wijn. Meer dan u denkt. Waarmee kan ik u dienen? Ik zou graag willen weten met welk doel u hierheen bent gekomen. De signora is een tikkeltje nieuwsgierig. Ik kijk rond.
Dat is alles. En u ziet mij? Wat verschaft u die zekerheid? Mijn schoonheid. Daar raakt ze een gevoelige snaar. Hij hapt. Signora, ik zie alleen uw ogen, donkerder dan uw mantilla. Maar zij verraden uw schoonheid. Ik dank u. En dan nu graag antwoord op mijn vraag? Ik benijd de vloer waarop uw voeten staan. En uw antwoord? Wie zou uw voetafdruk niet willen kussen? Is u misschien schoenmaker? Signore, ik ben een edelman. Goed dan, kapitein. Wilt u mij niet zeggen waarom u hierheen bent gekomen? Nee. Vertrouwt u mij niet? Ik vertrouw alleen mezelf. En de stem die u kort geleden nog zo bekoorde, kan u nu niet in verleiding brengen? Verklaar u nader. De gevangene in het hospitaal in Bayonne vergeet kennelijk snel. Zo kwistig als hij zijn bloed vergiet in de strijd. Zo zuinig is hij met zijn woorden. Hij weigert de toegestoken hand. De hand die zijn vaandel borduurde. En die hij niet dorst te kussen omdat hij bij nonnen verbleef. U bent het. Oh nee, helemaal niet. Oh jawel, er is geen twijfel mogelijk. O engel, u heeft mij behoord, dankbaar signora, val ik u te voet. Tegen uw knieval maak ik bezwaar, u brengt mijn reputatie in gevaar. Ondank is niet altijd werelds loon, gun mij dat ik mijn dankbaarheid toon. Bewaar uw God in mijn hart, dat ik het land van u. Door een schaamteloze klik die niets dan fabeltjes verspreidt. Op mijn borst draag ik berichten met het ware krijgsverhaal. Die wil ik de koning geven in opdracht van mijn generaal. Die wil ik de koning geven in opdracht van mijn generaal. Ik bezoek de koning zelf. Nee, wacht eens. Weet u niet dat hij op jacht is? Ik bezoek de koningin. Dat heeft helemaal geen zin. Ik bezoek de raad van state. Weinig komt u dat debatten, daar zij al hun tijd besteden aan processies en gebeden. Bij de rooi vraag ik audiëntie. Reken meer dan zuiverfunst. Les krijgt zijn excellentie in. Signora, als de
de koning mijn brieven niet verkrijgt, terwijl een vuige hoofdkliek de waarheid steeds verzwijgt, dan zou geen oog meer gloren, gedoofd door het licht. O, wat ons land verloren, gekneveld en ontwricht. Geef ze mij! Nee, dat nooit! Ik wil er maar weer aan op het kantlicht. Geef ze mij! Berichten naar Aranda overbrengen. Hij werd daar voor de deur overvallen en in de hitte van het gevecht heeft hij de papieren ingeslikt. Vandaag wordt hij terechtgesteld. Schande, dat mag niet gebeuren. Oh, we zullen hem wel onder een of ander voorwendsel arresteren. Dat is hem. Janne, ik beloof je vandaag nog dat we alles gaan doen om de corregidor. Maar in godsnaam, ik kan het. Zo, kapitein, dus u bent hierheen gekomen om even de oorlog te vergeten. Si, senor corregidor. U had geen beter tijdstip kunnen kiezen. Madrid is een en al vrolijkheid. Het is onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk? Ja. Het contrast tussen daar en hier. Ginds trekt het leger zich terug gehalveerd, terwijl de Franse Republiek het hare heeft verdubbeld. Mijn strijdmakkers hebben hun laatste hoop op mij gevestigd, maar wat tref ik aan als ik hier in vliegende haast aankom? Madrid viert feest, de koning is op jacht, het hof maakt rijtoertjes en de inquisitie draait intussen op volle toeren. Zeg, heeft er iemand hier nog Spaans bloed in de aderen? Is er nog een restje eergevoel over of viert de algehele schaamteloosheid hoogtij? Meneer de kapitein, uw woorden verbazen mij. Hoe durft u zo te spreken als u weet dat de aartsbisschop van Saragossa heeft beloofd op zijn kosten 4000 priesters te bewapenen? De Franciscanen willen meevechten. Niets vechten dan loze beloften. Genoeg! Wij hoeven geen praatjes aan te horen van militairen die trachten te maskeren dat ze door eigen lafheid zijn verslagen. Wie durft er zo te spreken? Generaal Cruzalco was. Groot liefhebber van de speeltafel. Een generaal, in burger. Ha, zo kan iedereen zich wel generaal noemen. Ik als corregidor kan zijn rang bevestigen. Gelogen! Een echte generaal zou zijn mannen niet kleineren, maar ze voorgaan in de strijd. U gaat te ver. Ik arresteer u. Overhandig uw zwaard. Nooit zal ik zwichten voor salon militair. Mannen! Arresteer hem. U gelooft er zeker niet dat ik mijn zwaard zal overhandigen aan soldaatjes met blikken degens. Geef uw zwaard, kapitein. Wie denkt kapitein Peñaran dat te kunnen bevelen? De prinses van Luzan. Mijn kolonel gehoorzaam ik. Als zijn directe chef zal ik hem disciplinair straffen. Laat u niet om de tuin leiden. Mevrouw, uw wil is wet. Stilte. De processie is in aantocht. We worden in de maling genomen. Ja, maar zij is een prinses per slot. Het wordt tijd die arme soldaten bevrijden. Ja.
Zeg mij, wie zijn al die heren? De schilderen en monseren, de stoeres in de kunst. Zijn er veel, heel erg veel. Heel erg veel, heel erg veel. Waar gaan ze heen? Met een processie. En wat zit er in die manden? Kaarsen om te branden. Nou, die kunnen even voort. Zijn er veel, heel erg veel. Heel erg veel, ja, die kunnen even voort. Deze processie heeft zeker wel je goedkeuring, hè? Zullen wij ons aansluiten? Een moment, alstublieft. Een moment. Signora, als ik u niet vooraf hanteer. Zeg maar, Pepe Idios. Nou ziet u, het zit zo. Vanmiddag willen ze een soldaat executeren en kunt u alleen die arme stakker redden. Juan Cachirulo heet hij met uw welnemen. Door hem gratie voor hem te vragen, signora. Maar wat heeft hij dan misdaan? Niks. Ja, dat hij een agent in elkaar hebt getimmerd. Maar de mensen uit de volksbuurten nemen het allemaal voor hem op. Iedereen vindt het zo vreselijk zielig. Er wordt wat afgesnotterd en een honderden kaarsen branden ze voor hem. Signora. Wat doen we? We moeten een voorbeeld stellen. Geen pardon, fusilleren. Het is een beetje moeilijk om nu gratie te verzoeken. Zijne majesteit is op jacht in het Pardo, zie je? Oh, maar ik heb al een prima rijtuig voor u weten te versieren, signora. Met twee razendsnelle paarden. Kijkt u maar. Kom maar op in die kales. Signora, alsjeblieft. Elke minuut telt. Ik ben erop tegen. We kunnen dat plebs beter afleiden met stierengevechten en zo. Stel je nou toch voor dat hij kantelt? Het is toch gevaarlijk? Dat gebeurt niet. De heilige maagd zal dat verhoeden. Ik smeek u, signora, stapt u in. Por favor! Niet op ingaan! Het is mij onmogelijk, Pepe Idio. Ik bid u, ik smeek u, stapt u in. Er is geen tijd te verliezen. Ze schieten hem dood. Ik kan het niet doen. Ik zal gaan. Ik ben bereid. De prinses van Lufthansa. Oh, duizendmaal dank!
Leve de prinses! Rustig, mensen, rustig. Geen paniek. Julio, zet die kaars op. Wat is er aan de hand? Nou, niets, maar er is uit de Arena de Latella een jonge stier ontsnapt. En die rond hem. Caramba! Wat een bange schijt het allemaal. Mensen, maak niet zo drukte om niks. U hoeft zich nergens geen zorgen om te maken, signora. Jongens! Jongens, kom maar op met die gitaren! Jullie mogen als echte lakaien de prinses begeleiden naar de overkant van de rivier. Signora Prinsessa, een betere bescherming tegen die stier kan een mens zijn eigen niet wensen. De drie beste torero's van Spanje staan voor u klaar. Dat wordt toch een heel schouwspel. Zo heb ieder nadeel zijn voordeel. Signora, als u de koning ontmoet, wilt u hem dan deze papieren persoonlijk ter hand stellen? Het gaat om heel belangrijke berichten. U kunt op mij rekenen, kapitein. Mogen de hemel ons bijstaan.